Nou, hallo allemaal, daar ben ik weer een keer. Ik ben druk geweest de laatste tijd. Al zie je het niet echt als ik zo even rondkijk. Maar ik ben echt heel hard bezig geweest. Ik moet zeggen, het is vandaag niet echt erg lekker weer. Het waait, het gaat straks regenen. Ik ben al een paar uur weer druk bezig. Ik zal het je laten zien. Kijk, die vreselijk handige oliedrum die ik wilde vullen met regenwater, zodat ik hier in mijn buitendouchecabine zou kunnen douchen met dat water. Nou, dat werd helemaal niks. Want dat ding dat is zo roestig en dat water werd er zo smerig in, dat ik dacht, dat moet ik niet hebben. Ja, voor dat ding omgooien, dat lukt ook niet. En toen dacht ik van ja, en wat moet ik dan met dat ding? Water. Ja, bruikbaar water. Voor jezelf kan ik niet in opslaan. Voor de planten heb ik 3 van die 200 liter opvouwbare dingen. Dus ik heb aan de onderkant er een gaatje ingeslagen met een even zo roestige spijker. En ik denk, laat het maar gewoon leeglopen. En dan is de bedoeling dat uiteindelijk daar, dat hij daar zo komt te staan. En dat het dan gewoon een vuurton wordt. Dat is leuk bijvoorbeeld in de avond. Dat je wat takken kan verbranden of tuinzooi waar je vanaf moet. Nou, met de kipjes gaat het hartstikke goed. Hé Vester, zeg eens even dat het goed met je gaat. Zeg eens even dat het goed met je gaat, jongen. Wat ben je toch een mooi haantje. En zo lief. En ik ben druk geweest in de moestuin. Kijk, ik had hier, daar zat een lekje in een van de opvouwbare regentonnen. Dus daar had ik een tijd geleden al bij Wish had ik een speciale tape gekocht. Die echt waterbestendig is. Zelfs op het moment dat het lekt, kan je het erop plakken. En ik heb het erop geplakt, dus ik kan binnenkort dat ding weer eens gaan vullen. En kijk, hoe mooi. De Egyptische uien, die zijn weer helemaal mooi opgekomen met een noodvaart. Hier vandaag spinazie gezaaid. Daar staan knoflookjes. Maar die zijn een beetje wonderlijk. Die vond ik hier in een bosje in de tuin. Ik denk, hè? Maar even eraan ruiken. Toen dacht ik zoiets van, nou dat is echt gewoon absoluut knoflook. Zware knoflooklucht. Ik kon me herinneren dat ik 2 jaar geleden dat ik knoflookzaad had gekregen. En volgens mij was ik dat toen opeens kwijt. Dus ik denk dat dat daar gewoon in de tuin gevallen is. Nou ja, anyway, daar groeit dus ook knoflook. Ik had nog een heleboel aardpeertjes geoogst. Ik had het begin gemaakt met hier in de moestuin de brandnetels uittrekken. Want dat komt weer als een maloot omhoog. Echt rampenspul. Hier staan de overblijvende preitjes of overgebleven preitjes van vorig jaar. Dus die mogen nog even lekker doorgroeien. Hier heb ik wat gezaaid. Vraag me niet wat. Want natuurlijk heb ik er geen bordjes bij gezet. Dus ik ben heel benieuwd wat erop gaat komen. Daar staat in elk geval andijvie. Hier prei. Hier ook knoflook. Raapstelen. En daar ook knoflook. En daar sla. En hier rucola geloof ik ook. Hier ook nog wat preien van vorig jaar. Ook heel blij mee. Ik denk dat ik er vandaag nog een preitje uit ga trekken. Ze zijn nog niet heel groot en dik. Maar ze zijn best wel lang. Ik heb ze goed diep gezet. Dus dat kunnen we even kijken. Zou je net zien dat ik een kort preitje trek. Wat een mijn geluk. Deze wil er gewoon niet uit. Dat kan natuurlijk ook. Nou, dan blijf je maar mooi even zitten. En hier ben ik dus bezig met het graven van een vijver. Niet omdat ik nou zo verschrikkelijk graag een vijver wilde. Want dat is ook weer een hoop extra werk en onderhoud en weet ik wat allemaal. Maar ja, ik heb potgrond nodig voor de voorzaai. Ik heb aarde nodig voor in mijn moesbanden. Ja hoor, tuurlijk. Autobanden moestuin. Dus wat krijg je dan? Een gat. En het mooie is, hoe dieper je komt, hoe minder zaadjes en worteltjes en teringzooi erin zit.
Dus dat is wel prettig. Nou, kijk, de tomatentunnel. Dat is ondertussen dit geworden. Daar prik ik af en toe even een stok bij. Ik zie dat ik hier ook eventjes moet gaan zeizen. Ik heb laatst wel bij vrienden, ja niet gezeist hoor, gewoon met hun zitmaaier het gras gedaan. Maar het kan hier ook wel eventjes een maaitje gebruiken. Dus zodra het binnenkort even wat lekkerder weer is dan dit, even wat minder wind. Dat vind ik gewoon vervelend, daar word ik onrustig van. Lang leefde ADHD, ik word onrustig van wind. Oké. En dan maar even gaan zeizen. En dan gaat het afvallen weer vanzelf. Dat is wel leuk. Nou, allemaal blije kippies. En ze zijn zo lief. En ze leggen de laatste tijd goed eitjes. Nu elke dag heb ik zo'n 6 tot 8 eitjes. Nou, daar ben ik blij mee. En ondertussen loopt het vat nog steeds lekker leeg. Ik heb hier, kijk maar even, een puinhoekje gemaakt. Ik denk dat dat binnenkort allemaal daar naar achter, naar die zogenaamde schutting die de buurman van onze platen heeft gemaakt. What the fuck? Niet vragen, niet overleggen. Gewoon pakken en neerzetten. En bedankt. Anyway, daar ga ik in dat hoekje dan maar. Ga ik maar even een puinhoekje maken met zooi die je niet kwijt kan. Die ik niet kwijt kan. En die aardpeertjes die moeten verplaatst worden. Ik denk dat ik die maar hier ga zetten in die autoband. Kijk, het gaat heel langzaam. Maar, is niet erg. En uiteindelijk meer gaatjes erin timmeren, zodat als het een vuurton is, dat het ook genoeg zuurstof krijgt aan de onderkant. En dan moet het gewoon goed komen. Ja toch? Jongen, jongen. Al dat bukken en dingen ze en doen. Maar ik heb hier al goed opgeruimd. Hoop puin weggegooid, ingepakt, weggeruimd. Dat ik denk, dan wordt de tuin langzaam weer een beetje toonbaar. De hamerren die moet afgebroken worden. Maar dat is vrij zwaar werk. Omdat er... Heel leuk. Lily, ga eens weg. Donder eens op. Daar is het tarwe opgekomen. Ik denk dat ik dat bosje gewoon laat staan. En ik denk, ga gewoon eens kijken. Als het tarwe zo verschrikkelijk dicht op elkaar gezaaid is. Kijken wat het dan wordt. Of er dan nog tarwe aankomt. Of dat dan niet meer wil. Geen idee. Experimentje. Dus. Kijk. Ik had een tijdje geleden, dat was nog voor de winter geloof ik, had ik een heleboel narcissenbollen gekregen. Ik geloof 1 kilo of 2 kilo narcissenbollen. En die heb ik dus onlangs allemaal in potten gezet. Potten hier op het trapje, naast het trapje, op de rand van de veranda staan ook nog potten. Dus ik vind het zo leuk, dat ik denk, ha, leuk, bloemetjes bij mijn trapje. En dan zit ik hier toch prins heerlijk. Echt waar is leuk. Maar die wind, jongens, echt afschuwelijk. Ik ga lekker naar binnen toe. Ik ga even lunchen. Maar ook niet vergeten. En dan ga ik even lekker lang uit op de bank. Ik ben een zeer hernia been. Een zeer, zeer hernia been. Dus. Nou en zo vermaak ik me dus kostelijk. Maar het is af en toe wel even zwaar, want die emmertjes aarde uit de vijver to be naar de moestuinzolen. Dat weegt iedere keer wat. En dan kan je wel iedere keer 2 schepjes doen of zo in zo'n emmer. Maar ja, dat schiet ook niet op. Dus ik doe gewoon wat ik kan tillen en wat dan nog makkelijk is. Maar ja, alles bij elkaar. Hè? Hakt dat er toch iedere keer wel even in. En het hoeft niet op 1 dag klaar. Absoluut niet. Maar ik wil er wel een beetje mee voortmaken. Want ik heb trek in groenten. Lekkere groenten. Gewoon alles wat je in Nederland bij de groenteboer en de Albert Heijn kan halen. Dat hebben ze hier dan weer niet. Ja, bij de grote supermarkten. Maar daar komt het niet. Dat is voor de rijke Nederlanders. En daar ben ik niet. Helemaal niet. Ik zag gisteren dat ik heb nog een binair getal heb ik nog op mijn bankrekening staan. Namelijk
1001,11 forint. Was dat binair geweest, dan was het 9 forint geweest. Dus zijn we blij dat het gewoon decimaal is. Hè? Gewoon geen forinten. Dat was nog erger geweest. Maar ja, ik vermaak me nog steeds uitstekend. Ik hoop dat het met jullie ook allemaal goed gaat. Laat eens weten waar jullie mee bezig zijn. Zijn jullie ook al aan het zaaien? Ik heb hier trouwens een hele zak vol met allerlei zaadjes die al eventueel de tuin in kunnen. Dus die heb ik even apart. Niet dat ik ze er allemaal vandaag in ga prakken. Begrijp me goed. Zoveel energie heb ik niet. Zoveel ruimte heb ik nog niet. Niet in de banden. En het weer is er ook nog niet helemaal naar. Maar laat even weten waar jullie mee bezig zijn. En mocht er iemand zijn die binnenkort eventjes geld wil overmaken, dan moet er kippenvoer gekocht worden. Dan laat ik hieronder bij het kopje meer staan al mijn gegevens voor wie wil en kan. En kan je niet en wil je niet. Begrijp ik allemaal best. Allemaal vrije keuze. Maar wie wel wil, verschrikkelijk bedankt alvast. ik ga naar binnen toe. Het begint zo ondertussen te stormen. De wind fluit hier om het huis. Ik denk dat het zo gaat regenen. Lily, ga je mee naar binnen? Ja, het gaat nu echt stormen. Zien jullie dat? Daar komt echt een donkere lucht aan. Dat vat dat schiet nog steeds niet erg op. Als het met dit tempo doorgaat, duurt het wel tot vanavond. Maar dat is niet erg. Ik ben nog betrekkelijk jong. Dus ik maak me niet druk. En hier wil ik kamillen. Hier wil ik allemaal kamillen gaan zaaien. Lekker die verse bloemkopjes eraf rissen. En dan zo in je thee. Gedroogd vind ik het niet super lekker, maar vers wel. Dan kun je het gewoon gebruiken in plaats van suiker. Het maakt je thee gewoon een heel stuk zoeter. Die roos die moet opgebonden worden. En bemest. En hier de gooibes. Nou ja, er zitten nog geen besjes aan, maar ik ben blij dat die nu in het blad staat. En dit jaar zijn de gooibessen voor mij. Want de kippen kunnen er niet bij. Kijk, hier nog meer narcissen. Daar ook een potje. En daar. Ik weet me geen god meer van wie ik het gekregen heb, jongens. Spijt me verschrikkelijk. Maar ik krijg af en toe pakketten. En dan denk ik later van iets van wie was dat ook alweer? Van de kleding weet ik het over het algemeen wel. Maar alle andere dingetjes, daar ben ik iedere keer. Ik ben ook slecht in namen, dus ik ben dan iedere keer de namen kwijt. Dat ik denk, was het nou die of was het nou die? Pak, krijg het koud ook. Lily, we gaan naar binnen. Neem je wand mee. Neem je wand mee. Neem je knuffelwand mee. Kom, we gaan naar binnen.